Arnhem, daar ben ik weer. Een beetje teleurgesteld, want al 2 maanden niet in beeld. En dat was toch ergens goed voor. Bernd, ik mis je. Bernd, we missen je. Het wordt ook tijd dat er weer meer aandacht besteed wordt aan wat er op de wereld aan de hand is. En daarom heb ik mij als een slet aangekleed. Want dat is nodig. Er moet een beetje aandacht gevraagd worden. Aandacht. Aandacht voor de problemen op de wereld. En nou heb ik toevallig alles in huis om die aandacht te vragen. Dus bij deze, we gaan op pad in Arnhem. En dan ga ik jullie vertellen wat er allemaal aan de hand is. Vanaf nu maken we een video dagboek. Welkom. Occupy Arnhem. 260 stuurlui aan de Facebook wall. Op internet. Verschrikkelijk verdrietig maken jullie mij. De interne kring eigenlijk nog veel verdrietiger. Hoe kan ik in hemelsnaam ooit jullie prinses van liefde zijn? Hoe kan dat? Als jullie na 2 maanden geen tent hebben, niet het hele Occupy al vergeten zijn. De inzet minimaal is. Men met modder aan het gooien is naar elkaar. En ondertussen er ook al een soortje trieste Occupyers zijn die vervallen in oud gedrag. Hoor je me? Oud gedrag. Zij zeggen tegen mij, thuis, je hebt niet eens een baan. Nou, dan vraag ik je, na 2 maanden op dat veld zitten, wat hebben we bereikt? Naar mijn gevoel dat we weer terug bij af zijn. En ik heb het echt gehad. Ik vind dat het tijd is dat Arnhem opstaat. Mensen die het begrijpen, laat je horen, laat je zien. Waar zitten jullie op te wachten? Ik vraag het me echt af. Of zijn we allemaal zo gelukkig? Is iedereen zo blij? Hebben we allemaal geld genoeg? Ik denk dat het probleem is dat we elkaar gewoon niet meer begrijpen. Sterker nog, ik voel mij een beter mens na dit enorme avontuur. The best way to heal yourself is to lose yourself in the service of others. En dat heb ik dus ondervonden. Voor ik mijn tent opzette, was ik in een andere fase van mijn leven. Mijn verhaal is dan ook niet zomaar een verhaaltje. Eerder een horrorsprookje. Ik heb mij voorgenomen in grote lijnen mijn levensverhaal met jullie te delen. Ik denk als ik mij open en kwetsbaar opstel, ik menig hart zal raken en eigenlijk daardoor helderheid kan ontstaan in wat bijvoorbeeld het hokjesysteem met een mensenleven kan doen. Hoe dat verandert, hoe je de controle kwijtraakt. Terwijl je in den beginnen alleen maar aangaf dat je een beetje ongelukkig was met de situatie. En met de gang van zaken in je leven. En dat in plaats van dat er naar je geluisterd wordt als een individu, je al heel snel als een zaak bekeken wordt. Met die zaak wordt flink heen en weer geslingerd tussen verschillende instanties. Dat voelt heel vervelend, dat kan ik je vertellen. In 20 jaar tijd heb ik nog steeds niet het gevoel dat er naar mij geluisterd is. Velen moeten dit herkennen. Dat kan niet anders. Nu geeft mij dit meteen ook links naar het nu. De economische crisis, de Grieken, de bezuinigingen, het ESM. Het ESM. Het ESM-verdrag. Dat is ook meteen het onderdeel waar ik als eerste met jullie over wil gaan praten. Waar ik jullie over wil gaan vertellen. Het Europese stabiliteitsmechanisme. Tot de volgende. Het ESM.
het Europees Stabiliteitsmechanisme. Een mond vol voor iets heel erg lelijks. Het ESM is namelijk een overkoepelend orgaan dat komt te staan boven 17 Europese landen. Dat klinkt ergens heel mooi, want het is bedacht om de financiële crisis op te vangen. Maar de mensen die daarachter zitten en hoe het verdrag in elkaar zit, dat is niet zo mooi. Daar wil ik jullie graag het volgende van vertellen. Het ESM staat boven de 17 landen en kan geld van ons eisen, van bijvoorbeeld Nederland, van de politiek. En dat betekent dat ze dat van het land eisen, dus ook van de burgers. Dan heb je 7 dagen de tijd per land om dat te betalen. En dus 4 dagen om een check in te vullen. Nou, dat is allemaal gangbaar. Dat zou je denken, dat moet kunnen. Maar dat kan dus eigenlijk niet. Zelfs Hitler durfde dat niet aan, om maar even terug te gaan in de geschiedenis, bij de crisis. Hitler had dezelfde plannen, maar durfde het niet aan. Het ESM is onherroepelijk en onvoorwaardelijk. Dat houdt in dat zij vandaag geld kunnen eisen, zonder reden. En, of tenminste wel met reden, het moet wel onderbouwd zijn, maar het moet direct betaald worden. Het ESM kan anderen aanklagen, maar zelf niet aangeklaagd worden. Hoe verzin je het? Nogmaals, zelfs Hitler durfde dat niet aan. Hitler was in de tijd van de Tweede Wereldoorlog bang om door de mand te vallen als hij het ESM, het Europees Stabiliteitsmechanisme, door zou voeren. Het gaat nog verder. Het heeft ook te maken met onze voedselvoorzieningen en dergelijke. Er komt voedsel op de drugslijsten, sinaasappeltjes, kersen, palmnoten, dat soort dingen. Allemaal onzin. Het is allemaal aan elkaar gerelateerd. Het eigendom, de financiële middelen en de activa van het ESM, dus de geldstroom, zijn van onderzoek, vorderingen, onteigening of enige andere vorm van beslaglegging door regering, bestuursorganen en rechters gevrijwaard. Dat betekent dat ze niet aangeklaagd kunnen worden. Ik vraag me af, gevrijwaard voor inventies van rechtbanken. Ja, dat begreep ik zojuist. Maar ook onze regeringen, onze bestuursorganen en onze democratische wetten zijn allemaal machteloos en rechteloos tegen het ESM. Machteloos en rechteloos. Zijn jullie al wakker? Het is dus tijd om op te staan, om te zeggen, dit is ons land. Wij waren hier de baas en jullie hebben de crisis verzonnen en nu komt het volgende, het ESM, om ons onder controle te houden. Dat mag niet, dat kan niet, dat moet niet. 17 maart is er een demonstratie, zaterdag, in Den Haag, op het Malieveld. En ik nodig iedereen uit. Kom je laten horen. Het is net zo ernstig als toen de kernraketten kwamen. Mensen, word eens wakker. Het is nu aan de gang. Wij Nederlanders denken, het zal allemaal wel. En inderdaad, ik loop hier over straat en ik heb gesprekjes met mensen. Ja, Occupy is al lang dood. Nou, Occupy is niet dood, maar mensen zijn zichzelf niet bewust, want leven maar alleen in hun woonkamertje, met hun gezinnetje, met hun werk. En leven van het journaal wat hun voorgeschoteld wordt. En dat journaal is geen eerlijk journaal. Dat journaal is namelijk ook beïnvloed. Ze laten hier alleen maar zien wat ze hier willen laten zien, om ons onder controle te houden. Nu vraag ik je, help mij, help jezelf daar een eind toe te roepen. Een stop, een halt, tot hier en niet verder. Kom 17 maart naar het Malieveld, muziek maken met ons, lawaai maken met ons. Sta samen voor de leraren, sta samen voor de verzorgende groepen, sta samen
voor elkaar. Het land opgebouwd, wordt het door de banken, het systeem, bullshit, weer afgebroken. He was not just a man on the street. Love, peace and justice for all. Peace protest on Parliament Square. He heard a call. Brian left home and family to display for the world to see. The mess we all are in. Democracy is just a scheme. He was not just a man on the street. Love, peace and justice for all. Peace protest on Parliament Square. He heard a call. Brian said all the children of the world, they are like mine. We have to give them a life and let a soul shine. And let a soul shine. Wind blew over Parliament Square. The night he passed away. The politicians, they were smiling. That awful day. You can kill the man, but not his ideas.